Een gebiedje met buien trekt vanochtend van noord naar zuid over het land. De buien die nemen geleidelijk een betekenis af naarmate ze zuidwaarts trekken. En ook vanmiddag wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De zon die gaat af en toe doorbreken. En er waait wel een stevige wind uit het noordwesten. Meestal matig boven land tot aan zee. En met name op de Wadden nog enige tijd krachtig. Windkracht 6. Nou, de temperatuur die loopt dan vanmiddag uiteindelijk op naar zo'n 7 of 8 graden. Dat is dus iets te zacht voor de tijd van het jaar. De wind die blijft doorstaan en alleen in het zuiden van het land daar kan nog een enkele bui vallen. Vanavond is het dan droog, wolkenvelden die houden aan. De temperatuur die daalt wel geleidelijk naar zo'n 3 of 4 graden en ook de wind neemt wat in kracht af. Morgen waait er dan nog een meest matige wind, die waait meest uit het westen tot zuidwesten. En opnieuw wordt het dan 7 of 8 graden. De zon die breekt af en toe door en het blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Ook in de komende dagen zien we eigenlijk helemaal geen neerslag, vooral op woensdag nog wel wat wolkenvelden, maar vanaf donderdag dan komt een hoge drukgebied boven ons land te liggen. Dat betekent veel zon, hoge temperaturen en weinig wind. In de nacht dan is er wel kans op vorst. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl